Christophe, denk ik. Ja. Ja. Ik zie meer de stille persoon en... ik weet niet. Christophe, als Christophe er is, is er altijd wel iets te doen en het is plezant. Ik heb niet veel te zeggen. Anthony. Ja. Volgens de kastjes toch... Hey, dat is waar, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik kan altijd al, graag dat alles zo een beetje op zijn plaats ligt en allemaal. Mijn kastje is niet zo proper. Dus, Maar ik heb wel graag dat mijn huis proper is, man. Mijn kastje, ja. Ik heb ook verteld wat er af en toe is gebeurd met mijn kastkastje. Ja, dat zeker. Het kan soms een verrassing zijn als ik een kastje open doet of zo, want... het gebeurt wel wat dingen, kan het zo zijn. Betaal ik eens of... bijvoorbeeld dat je rap naar de douche bent, of je ziet je telefoon weg, of... Het is opeens gesloten of het ligt vol met andere kleren of massageolie of... Ja. Je doet ook met een hele pelle water die je omvalt ofzo. Christophe. Anthony is ook een grapje. Ja, nee, we zijn alle twee... met alle twee ons grapjes, maar ik denk dat Christophe wel iets meer... ik zie meer, hoe moet je het zeggen, bestoker. Dat is waar. Ik zie meer een beetje de stoker en dat soort ook zo af en toe voor grappige dingen, maar ik denk dat Christophe iets meer humoristisch is dan mij. Ja, denk alle twee. Ja, ik denk dat Christophe iets meer voor de gezondere keuken is. Ja, dat is waar. En dan kijk ik dan meer gewoon de gewone keuken doen en de simpele dingen, zo worst met pap. Je leert nu Pascal Nasus, dus ja. Ik heb ook zo'n boek, dus hij doet dat nu na, dus ik kom Kom achter, hè.